zo gezellig dat je weer hier bent, Constance. Voor mama ook zo gezellig, Cassie Jansen. Waar woon je nu? In Hotel des Indes, tante. Volgende week komt van de welke en dan zoeken we een huis. Ik ben zo benieuwd kennis te maken met jouw man. Gaat u dikwijls naar Indië, tante? Ja, kind. Bijna ieder jaar wil omgaan. Voor de zaken, voor de ringinong en voor de suiker. En dan weer terug met retour. En zo makkelijk, zodra ik in Pink kom. En Alima, zij weet al, Parijs, Douane, zij doet alles. Zij helpt ook met de kaartjes. Je moet haar zien gekleed met een dame. Corset, goed, je lag je slaap. Hoe lang heb je in Brussel gewoond? Wij hebben 8 jaar in Brussel gewoond. Zo klein Brussel vergeleken bij Parijs. Waarom toch Brussel zijn? Ja, we moesten toch ergens wonen, tante. En we hebben ook heel veel gereisd. Opeens kreeg ik ontzettende heim mee naar Den Haag. Naar mama, naar u allemaal. En toen sprak ik er met Van der Welke over. En toen bleek het dat hij ook verlangde naar zijn vaderland. En voor Adriaan. Die wilden we ook terug, want we wilden hem een Hollandse opvoeding geven. Spreek je ook in Hollands? Oh ja, tante. Wat moet hij worden? Ik denk dat hij later in de diplomatie gaat. Zo. Ja, dat zou Van der Welke graag zien. Oh. Ja, weet je wat ik nou maar zo gek vind van jou, Marie? Je bent dol op jouw kinderen, dol. Maar als je je dochter na jaren terug ziet, je laat haar slapen op Hotel des Indes. Hoe is dat, zeg? Oh, ik heb Constance wel eens gezien, te Brussel. Ja, tante, zo is mama nou een keer. En Adriaan, Adi zou misschien ook wel een beetje te druk zijn. Hoewel, hij is erg kalm, mijn jongen. Ik zeg vanmiddag nog tegen oom, als toch niet te gek. Ik zou Constance vragen bij ons te logeren. Oh. Die Marito heeft groot huis en ze laat haar kind logeren in Hotel des Indes. Onbegrijpelijk van jou, Marie.